Goedemorgen, het is 2:30. We hebben echt achterlijk lang geslapen. We zijn wel lekker uitgeslapen. Wee! Ik heb glittertjes op mijn wenkbrauw, want ik was even iets aan het uitproberen voor mijn festival outfits video. En ik ben vrij enthousiast over de potentie van dit glitterrijtje. Vandaag is ook Niche mijn verjaardagsfeestje. Yay! Niche wordt 30 en ik word 31. We zijn op dezelfde dag jarig, maar er zit precies een jaar tussen. Nee, mijn ouders hebben niks uitgerekend. Het is puur toeval. En vroeger was ik altijd vet kwaad, omdat ik vond dat hij mijn verjaardag had gestolen. Maar hoe ouder ik word, hoe leuker ik het eigenlijk vind. En hoe bijzonderder dat ik mijn verjaardag met mijn broertje kan vieren. Hij wordt dus dit jaar 30. Vorig jaar werd ik 30. En toen hebben we een gigantisch zwembadfeest gegeven. Dat kan je ook terugzien in de vlogs van Masha. Dat was echt fantastisch. Dit jaar wilde Niche het wat rustiger aanpakken. Dus we hebben een karaoke kamer afgehuurd. En daar komen heel veel vrienden van hem en van mij komen. Aafke en Cynthia, die ik in Jeju heb ontmoet. Super leuk. Ik heb er zoveel zin in. Maar eerst gaan we gewoon rustig chillen bij het zwembad. Niks doen. Housekeeping belde al. Yo, wanneer kunnen we de kamer opmaken? Ik zei 2 uur. Dus we moeten zo meteen echt de kamer uit. Ik heb zo'n trek om te ontbijten met paaseitjes. Dus dat doen we gewoon. Ja, paaseitjes. Vet lekker. En koetjesrepa. Oké, wij gaan chillen bij het zwembad. Ik heb een bikini aan. En dit fel oranje roze topje eroverheen. Deze bikini is van mijn verjaardag ook vorig jaar. Wel toepasselijk. En daaronder heb ik een leren shortje. Eventjes voor bij het zwembad. Oh, en by the way, als je denkt, ga je dat haarbandje nog uitdoen? Nope, ik heb echt skaat aan de maatschappij. ik ga later me zeg maar douchen en opmaken en mijn haar doen en zo. En als ik mijn haar dus nu los ga doen en daarmee ga zwemmen, heb ik straks zeker 1 uur, 1.5 uur werk aan mijn haar. No. That's not how I roll. Hashtag forever lazy. Ik loop liever voor schut dan dat ik straks nog 1.5 uur aan mijn haar moet gaan besteden. Dus gewoon zo naar het zwembad. We hebben het zwembad voor onszelf. Check. Nobody here. Oh yeah. En je moest dus daar moest je door een soort douche heen. En ik dacht, dit haar wordt niet nat. Dus we zijn heel stiekempjes naast ingesneakt. Zo, en nu hebben we een heel zwembad voor onszelf. Hey, wij gaan even eten, voor het omkleden. Stefan is op de kamer even een andere broek aan het aantrekken, want hij was gewoon net aan het zwemmen. Ik heb op aanraden van jullie heb ik mijn klok op mijn telefoon alvast een kwartier vooruit gezet, omdat ik echt ga proberen om minder te laat te komen. Stefan speelt wel een belangrijke rol daarin, want hij is ook altijd te laat. Dus we versterken elkaar in die slechte gewoonte. Maar ik ga echt mijn best doen. Mijn klok staat een kwartier vooruit. Nu even nog snel eten en daarna omkleden. Ik heb groenten besteld en de milk tea zat bij mijn wentelteefjes combo. Op vakantie eet ik trouwens niet zo clean als wat ik normaal doe. En ik heb nu vakantie, dus ik doe het gewoon lekker rustig aan en eet. Ja, niet clean wanneer ik daar zin in heb. Volgende week wanneer ik weer bij mijn broertje ben, dan gaan we wel weer normaal doen. Het is tijd om te gaan douchen, me op te maken, mijn haar te doen. Dan wil ik nog een video over presentatietips opnemen. Ik heb geen idee of ik morgen op tijd ga kunnen editen en uploaden. Maar ik hoop dat jullie me vast wel kunnen vergeven. En ik ga natuurlijk mijn zangskills alvast oefenen. Ik wil sowieso Let It Go zingen. All of Me van John Legend. En Drunk in Love. Dus dat ga ik ook even doen. Hey, wij zijn onderweg naar de karaoke room. Mijn haar is alweer aan het ontploffen van het zeer vochtige weer hier zo. Dit is wat ik aan heb. De fantastische jurk van Beauty Gloss en Josh V. Ik voel me echt een prinsesje zo. Ik draag er een ketting bij die ik hier heb gekocht in Mongkok. En mijn schoenen van de Zara. De hakjes eronder, zodat hij perfect zit. Oh, ik ben zo gek op deze jurk. Hij is echt
perfect. Hey, ik moest dus terug, want ik was mijn lenzen vergeten. Stefan is alvast vooruit gegaan, omdat de taart echt in de koelkast moest. Maar ik zit nu dus weer in de metro, 40 minuten lang, helemaal bezweet. Altijd. Ben ik op tijd, dan ben ik iets vergeten, waardoor ik alsnog te laat kom. Ik heb even wat streetfood nog snel gehaald. Dit zijn crab balls en dit is crab claws of zo. Allemaal krap. We zijn nu in de karaoke room en er zijn al een aantal vrienden. Ze druppelen allemaal binnen van mijn broertje. Cynthia is er uit Jeju. Ik ga je zo meteen laten zien. Ik heb zoveel zin in. Het wordt echt zo met fun. So keep in mind, because the decades are short, all the money in the world will never give you the back, give you back the time to pass away. Yeah? So make the best of it. Life is not a dress rehearsal. Live in the moment. You said not cheesy. Anyway, so life is not a dress rehearsal. Keep in mind that very few people get remembered 100 years from now. So live in the moment. In work, it's difficult to do a great job on work you don't care about. So find work you care about. On money, whether money can buy you happiness or not, remember it can buy you freedom. If you win 100 million Hong Kong dollars, you'll probably do something for that. Exactly. Free your crazy friends. So this is one that I hold very dear, is get out of your way to be around smart, interesting, and ambitious people. The last two, don't worry so much. Things in life are as rarely as risky as they seem. Yeah? When did you write this? When I was very emotional. The last one, do new things often. Not only does doing new things seem to slow down the perception of time, but it increases happiness and keeps life interesting. So what kind of new things are you going to do today? I know Angie wants to make a speech. We jump. Sanjit action! Anjit is de beste vriend van mijn broertje. Alright, so the Prince of India, the one that actually owns the Prince van India. I could not ask for anybody better than him. It's just a really short thank you for being here and sharing the love. Of course, your friends with my brother, but I always feel so welcomed by all his friends. Let's have a great party. We have this room until 6 a.m. Let it go, let it go. You'll never see me cry.
iedereen vindt hem echt prachtig en ik ben echt zo trots om te vertellen. Ja, die heeft mijn vriendin ontworpen, die heeft mijn vriendin ontworpen. What you want to ball with a play? Watch your step, you might drop. I'm a little bit of a day. I'm a up, cross out. In the middle of the club, but a rubber duck. No love for the haters, the haters. No, because I got 14 to the Lakers. See me on the 5th-yard line with the Raiders. And Ali, he told me I'm the greatest. I got fever for the flavor of crowd pleaser. DJ playing on us, my prince, and it's my kindness. Iedereen is weg, alleen Stefan en ik zijn over als de fanatiekelingen. Het is 4:15 en wij gaan gewoon door. Kijk, het is echt een bende. Maar alles zit zeg maar erbij inbegrepen, ook het opruimen en alles. Open up your mind and see it like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music on the moment people dance and sing. We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en even mijn tanden gepoetst. Nu lekker in bed en slapen. Ik heb geen idee hoe laat we wakker gaan worden. Dankjewel voor het kijken. Wil je nog meer afleveringen zien, dan kan je hier alvast naar de vorige aflevering en nog veel meer afleveringen daarvoor. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan nu, want dan krijg je de updates automatisch binnen. Dat kan hieronder. En als je wel geabonneerd bent, you rock. Dankjewel. Ik zie je morgen weer. Tristan.